We gaan beginnen met het frame. Hier heb ik alle houten balken. En jullie zullen wel zien, die moeten aan elkaar. Zo, dit wordt de voorkant. Dat kan je natuurlijk ook gewoon met een schroevendraaier doen. Maar dan ben je langer bezig. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je dat frame meer dan één schroef vast hebt. Want anders zakt de skelter zo door. Zo, en de andere kant. Zo, nou gaan we eerst het achterwiel erin maken. Dat is natuurlijk het handigste om dat met een stukje hoeklijn te doen. Ah, kijk, dit is een hoeklijn. Daar zie je de hoek. Kijk, wat ik nou ga doen, ik ga hier een gaatje boren in het hoeklijn. En dan kan het wiel, die kan daar doorheen. Hop, schroeven hem vast. En hier boren we een paar gaten in. En die schroeven tegen de balk, tegen het frame. We gaan hem even op maat zagen. Voor links en rechts. En nou gaten boren. Ik gebruik nu even deze boormachine. Maar dat kun je natuurlijk ook gewoon met een akkerboormachine doen. Ik leg hier even een balkje onder, want dat is makkelijk. Kijk, dat draagt dan het hoeklijn mooi op. Kijk. En doordat er nou een houtje onder zit, dan is niet meteen je boorpot ook handig. Zo, net heb ik het gat geboord voor het wiel. En deze worden voor de schroefjes om mee vast te zetten. En die zijn natuurlijk kleiner. Een stuk of vier gaten is wel genoeg. Yes. Alsof het ervoor gemaakt is. Oh ja, daar is het ook. Ja, om dit even vast te zetten, is het handig om hem even op hoogte te brengen natuurlijk. Nou, dat werkt al. Nou moeten we nog even een vooras eraan knutselen. Dit wordt onze vooras. Dan kan ik deze wieltjes mooi vastzetten met een grote schroef. Maar als jullie nou wieltjes hebben met een grote gat erin, dan kan je natuurlijk ook gewoon een buisje en dan hieronder vastmaken met een paar klemmetjes. En dan is dat natuurlijk ook perfect. Woehoe! Zo, deze moeten we even omdraaien. Oké. We hebben eerst even een gat nodig hier natuurlijk. Het is wel belangrijk om even het midden te bepalen. Hoppatee. En dan hier ook nog eentje. We gaan hier nog even een paar extra schroefjes bij zetten, want anders gaan we onze vooras verliezen, denk ik. Hoppatee. Ja, om die vooras vast te maken, dan gebruik ik een draadeind. Maar je kan natuurlijk ook even goed gewoon een lange bout pakken natuurlijk. Ik heb er nou één moer opgedraaid en ik draai er nog een tweede tegenaan. En dan draai ik die tegen elkaar vast, zodat ze niet los kunnen lopen. Zo. Een draadeind met de contramoer erop en de gewone moer. Zodat ze niet meer los kunnen lopen. Dan doe ik er eerst even een ringetje tussen, want anders dan worden die moeren natuurlijk in het zachte hout getrokken als we de boel bij elkaar draaien. Zo. Nou, aan deze kant leg ik daar ook nog een paar ringen tussen. Want die werken namelijk als een lager dadelijk. En dan stuurt die licht. Hout op hout, dat glijdt natuurlijk niet fijn. Maar die stalen ringen, die draaien natuurlijk wel perfect. Ringetje op. Kijk, jullie moeten thuis natuurlijk dit draadeind wel afzagen op maat. Maar omdat ik dit draadeind dadelijk weer voor iets anders wil gebruiken, doe ik dat niet. Hij zakt nog niet door, maar ik vind het wel een beetje wiebelig. Ik denk dat we nog even een extra versteviging moeten aanbrengen. Hier tussen. Hard werken. Oh. Ik dacht dat er geen einde aan kwam. Woehoe! Nou, ik denk dat dit al een stuk beter is. Nou, het frame is klaar. De volgende keer gaan we verder met stuurinrichting.